Wie zou je eerder zoenen met een jongen? Nou, dat kunnen we allebei wel. Ja. En Gina doet dat wel even. Oké, dat is wel heel overeen. Grapje! Wie van jullie zou eerder iets aan zichzelf veranderen? Zoals je ziet zijn we lekker gezetteld op de bank in onze joggingspakken. Heerlijk. En we gaan vragen beantwoorden. Yes, maar we gaan niet zomaar vragen beantwoorden. Niet een normale Q&A. We gaan vragen beantwoorden met wie zou eerder puntje. Ja. We hebben op Instagram op de story aan jullie gevraagd welke vragen jullie voor ons hadden. En ze worden aan ons voorgelezen. En wij gaan dan naar elkaar wijzen of naar onszelf. Ja. Sommige dingen zullen misschien no comment opbrengen. De andere niet een leuk verhaal. Ja. Achter. Ik ben benieuwd, ik heb geen idee wat voor vragen er zijn. Ik ook niet. Normaal kunnen we het zelf wel lezen. Ja, nu niet. Benieuwd. En geniet abonneren. En ons op TikTok te volgen. Oh my god, girl, deze vlog is te posten. Let's go. Wie van jullie zou eerder liegen? Oeh, dat vind ik lastig. Ik weet het niet. Ja, dat ligt eraan. Dat ligt aan de situatie. Wij allebei. We zijn allebei. We zijn wel allebei wel liegers. Ja. Maar voor een goed doel. Dus. Samen. En allebei. Ja, gewoon dit. Ik zou nooit liegen over iets van een mens of zo. Wij liegen niet. Voor de goedheid. Ja, voor een leuk voor eigen best doen. Ja, dat. Wie van jullie zou eerder kaal gaan? Nou, ik niet, want ik ben echt obsessief met mijn haar. Ja. Ik denk dat eerder aan jou die dan een pruik neemt. Ja, jij bent een beetje heel erg met mijn haar. Zij is minder erg Kijk, met haar. Ik vind mijn haar ook heel leuk. Maar ik ben wel nog erger met mijn haar dan met jou, dus zij zou eerder kaal gaan. Nee, want ik heb heel dik haar. Jij zou eerder kaal gaan dan mij, want ik zou het gewoon überhaupt... Ik zou net nooit kaal gaan, maar oké. Ja. Ik. Wie van jullie zou zichzelf per ongeluk opsluiten in deze? Oh, zo vaak, zo vaak. Zo vaak. Nog in die pizza laatst. De beste deur, en als ze voelt dat die stroef is, dan zegt ze gewoon, ja, dan kan je voor de deur staan. Ik heb zo vaak vastgezeten dat ik gewoon... Ik ben gewoon getraumatiseerd. Ja. En wie van jullie zou eerder een vriend krijgen? Ja, misschien dat ik me wel wat eerder kan weggaan, persoonlijk. Ja, en ik weet dat kan heel snel. Meer persoonlijk. Ja, daarom. Wie van jullie zou eerder in slaap vallen tijdens de les? Oh, zo vaak. Nee, maar soms zit ik echt bij geschiedenis. En die man die praat echt 45 minuten lang, gewoon het hele lesuur. En dan ben ik echt van, oké, ik moet mijn ogen echt open houden. Hoe zit hij nou? Ja, dan zit ik soms echt van, oké, of dan ga ik soms zo zitten dan. Ja, ik heb dat ook soms hoor, de laatste tijd, dat ik echt even ben van, Maar jij hebt het al vaak, denk ik. Oeps. En wie van jullie zou eerder een feestje afzeggen? Ja, dat die kan soms echt zeggen van, ja, sorry. Ja, de laatste tijd wel minder. Veel echt minder. Heel maar, minder. Ja, veel minder. Maar ja, dan kan ik nog wel zeggen, oké, ik ga Netflix kijken. Ja, nou, ik heb geen zin. Ja. Gina die is gewoon, oké, ik heb geen zin, maar ik moet gaan vanzelf. Ja. Dat gaat zo. Ja. Maar de laatste tijd dan ben ik er meestal ook wel. Ja, dan ik heb jaren echt betoverd. Ja, jij hebt mij een beetje beïnvloed. Ja. Wie van jullie zou eerder iets stelen in de winkel? Oh, ik zou dat niet durven, dus ik denk ja. Ik denk. Ja, maar jij zou het ook niet doen. Of weet je wel, bij de appie, bij die zelfscanner. Oh ja! Ik scan de helft niet. We gaan door. Wie van jullie zou eerder gaan drinken? Nou, beide op zich wel. Allebei, samen. We're in this together. Ja. Wie zou er eerder stoppen met YouTube? Nee, ik denk dat we altijd samen zouden stoppen. Ja. Ik zou niet één van de twee. Nee, we zouden samen wel denk ik gewoon het moment vinden of zo. Niet dat één iemand wil en één iemand niet, denk ik. We liggen ook altijd op één lijn. Ja. Wie zou je eerder zoenen met die jongen? Nou, dat kunnen we allebei wel. Ja. Ja, hallo. Het is gewoon allebei gewoon best logisch. Ja, waarom zou je niet zoenen met die jongen? Ja, het is een stap of zo. Nee, maar wie zou er eerder? Echt van, oké. Oh, ik. Nee, dat is nee, maar ja, die is wel echt, is die echt heel leuk en dan zou ik met hem trouwen. Dat denk ik niet. Dat is niet waar. Nee, maar ik denk er wel meer over na. Ik denk er gewoon net iets meer over na dan jij. Ja. Maar jij moet hem ook wel echt leuk vinden. Ja. Jij bent ook kritisch. Ja. Wie van jullie zou eerder een tatoeage zetten? Ja, jullie hadden het al letterlijk al bijna gedaan volgens mij. Ja. Binnenkort. Maar ik wil het ook heel graag. Maar ik zou het überhaupt wel mogen. Ja, dat zou nog wel mogen. Ik wacht er nog wel.
En ik wil het ook echt heel graag. Ja, ik wil het ook echt graag. Ik wil Pinterest echt zo'n mapje met een 330 stappen shirt. Ja, ik ook. Wie van jullie zou eerder een moord plegen voor de laatste paar schoenen? Ja, ik heb het meer. Jade heeft het meer. Nou, ik heb de laatste tijd ook wel meer met schoenen, maar Jade heeft het meer met schoenen en ik meer met tassen. Wat zou jij dan zeggen? Als ik zeg, ja, ik heb iemand vermoord voor deze schoenen. Dat je zegt, oh, deze schoenen. Ja, leuk, ik heb er iemand voor vermoord. Je zou gewoon lachen. Oh, leuk. Ja, oh, nou, dan heb je het alleen net een paar schoenen. Ja. Nee. Kijk uit voor Jade, jongens. Wie van jullie zou eerder op een tafel in een restaurant gaan dansen? Nou, ik ook. Wij zouden het samen doen. Ik heb filmpjes. Ja, maar wij zouden het samen doen. Ja, wij zouden het nooit alleen doen. Maar ik ben wel degene die zegt, kom aan de tafel. Ja, dat denk ik wel. Net zoals bij Winterparadijs. Nu lijkt het echt saai, maar dat is echt niet zo. Bij Winterparadijs, ik stond op de tafel en jij stond erg anders. Ja, ik stond ergens bij de bar. Oh, kunnen we nog? Kunnen we nog? Er beter weer. Renegade, 3, 2, 1. Oké, next question. Woo! Wie van jullie zou eerder vreemd gaan? Dit vind ik wel lastig. Ja, ik ook. Nee, ik ben het oprecht niet. Als ik iets zou, dan zou ik niet. Dan zou ik niet iets. Nee, dan. Nee. Niemand. Dat vind ik ook zielig. Ik vond het echt heel zielig. Nee, niemand van ons zou echt. Nee. Tenzij het zeg maar is om. Om een relatie op te fokken. Ja. Bij jezelf dan moet je gewoon even daar ben. Dat zou ik niet durven te zeggen. Ik zou het gewoon wel zeggen. Ja, eerlijk, eerlijkheid bij de dans. Wie van jullie zou eerder in de gevangenis belanden? Ik. Ja, gewoon echt iets waar ik niet bewust van ben. Per ongeluk betrokken zijn bij een moord. Ja, zoiets. Maar nog, het is ook, ik ben er ook echt bang voor dat het ooit gaat gebeuren. Gewoon dat ik zeg dat ik het leuk vind. En dan kan ik eindelijk een keer naar een gevangenis om jou te bezoeken. Maar dan kan ik eindelijk een keer. Maar dan kan je wel heel lang niet zien. Oh ja, dat is waar. Nee, maar ik vind... En je mag alleen familie mag toch bezoeken? Nee, maar ik ben familie. Maar... Ik vind gewoon gevangenis gewoon echt interessant. Wie van jullie zou eerder emigreren? Ja, sowieso ja. Ja, dat zou gewoon makkelijker iedereen kunnen achterlaten, denk ik. Niet onaardig, maar je zou dat gewoon makkelijker kunnen. Ja, ik vind het gewoon leuk. Ik kan het niet. Een leuk nieuw avontuur. Doei, ik ga. Ja, dat zou ik kunnen. En Gina die kan het niet aan, want die mist dan weer een feestje in Amsterdam. Oprecht. En wie zou er eerder een tienermoeder worden? Ik? Ja, ik weet het ook niet. Ik dacht ik zeg van ik omdat ik gewoon net iets ouder ben. En ik veel. Ja jongens, ja dat is 3 maanden ouder. Ja. Dus ja, dan word ik eerder een tienermoeder. Dus misschien dat ik wel eerder een tienermoeder. Nee. Dan beide. Ja. Ik denk wel nee, dat niemand. Ik nee, denk nee, wel echt dat ik een slechte tienermoeder zou zijn. Ja, ik denk het ook. Want ik zou echt niet op me kunnen gaan passen, denk ik. Ik ook niet. Ik leg wel mijn moeder neer. Wie van jullie zou eerder te veel geld uitgeven aan merkkleding? Nou, we zijn wel even erg. Ja, op zich wel, want we hebben allebei wel gewoon... dure dingen. Ja, maar... Ja, maar ik zou denk ik eerder uitgeven aan een tas of aan een shirt. Maar jij zou het eerder uitgeven aan schoenen. Ja, gewoon schoenen en tassen. Ja. Maar jij hebt ook wel nog hoodies of zo. Ja. Jij hebt meer merkhoodies dan ik. Ja. Dus dat zeg ik jou. Oké, ik ook. Wie van jullie zou eerder roken? Ik heb het eerder, maar we hebben het allebei wel een keer geprobeerd. Wie zou eerder de crush van een ander zoeken? Nee, maar dit is echt heel lastig. Nou, dat weet ik niet hoor. Nee, ik zou het nooit doen, want ik heb vooral geen op jou te crush. Nee, ik ook niet op jou te crush. Dus ik zou er ook nooit in. Wie van jullie zou eerder in de sloot fietsen? Sowieso. Jij. Dus ik ben dan gewoon echt iemand die gewoon, ik weet niet, gewoon... Ik ben even niet opletten of net op je telefoon zit en... echt net een schuin gaat, ja echt ik. Kijk, ik ben ook loom, maar jij bent gewoon net op. Ik ben echt zo loom. Het is echt absurd. Wie van jullie zou eerder een scheet laten in klas? Ik zou dat echt nooit durven. Dus denk ik, nee, jij zou dat ook niet durven. Nee. Ik zou dat gewoon echt dat niet durven. Dat is echt het toppunt van genantheid. Ja, ik zou dat niet durven. Ik ook niet. Ik zou dat echt letterlijk niet. Ik zou nog liever de klas uitrennen. Ja, ja, letterlijk. Ik zou dat echt niet durven. Nee, niemand. Niemand zou dat gewoon eerder doen. Niemand. Nee, wie denken jullie? En wie van jullie zou eerder meedoen aan The Voice? Ja, hè? Maar geen eens dat jij heel veel beter kan zingen, maar jij denkt echt dat je heel goed kan zingen. Ja. Ja, sorry, ik kan gewoon eerlijk.
Jade zegt, maar Jade is echt iemand die zegt, ik ga mee bij de voice, ik wil zo goed zingen. Dat ik echt wel iets zit van, oh ja, dat is een ja, maar jij bent iemand die ook zegt, ja, wie doet het? Ja, ook op zich wel. Ja, jij staat daar gewoon voor dat shine momentje achter dat glas. Woo! En dat was echt heel leuk. Ja, en ik vind het ook, nee, maar ik kan wel iets beter zingen dan jij. Wie van jullie zou eerder iets aan zichzelf veranderen? Ik denk jou. Ja, want ik heb ook al mijn haar geverfd bijvoorbeeld. Ja. Zulke rimpels zou hebben. Super jong, dan zou ik misschien wel botox doen hoor. Ja, ik zulke lippen. Zou ik dat doen hoor? Ja, maar ik heb wel. Ik vind het ook niet iets waar je tegen kan. Kijk, als jij er zelfverzekerder van wordt, dat je er beter door gaat voelen. Waarom zou je er tegen zijn? Ja, waarom zou je er tegen zijn? Als iemand zich er blijer van wordt, zeg maar. Ik snap het wel niet. Ik vind dit niet slecht. En wie van jullie zou eerder uit een club gezet worden? Jij. Ja, want ik dan te kan gedragen. Nou, ja, ik ook! Jij kan een beetje ook op je tafel staan. Oh ja, dat is waar. Oké, misschien ik wel. Samen, sowieso samen. Ja. We gaan altijd samen. Het gaat niet zeggen, oh die ene blijft en die andere niet, want we zouden het samen veroorzaken. Ja, want we zouden samen iets raars doen waardoor het zou gebeuren. Ja, sowieso wij samen. Ja, we zouden samen. Ja, trouble. We vechten? Troublemakers. Oké, dit was het video. Dit was het. Wie zou er eerder video? Ja, ik vond het op zich wel echt heel grappig. Maar ik wist het gewoon echt al best duidelijk. Ja, maar zoveel dingen hebben we allemaal samen. Ja, we hebben ongeveer 3/4 van alles samen. Ja. Maar wij kennen elkaar gewoon niet. Ja, ik weet gewoon echt precies als ik het hoor. Dan denk ik, oh ja, ja. Besties. Ja. Maar in ieder geval, we hopen natuurlijk dat jullie deze video natuurlijk wel leuk vonden. En bedankt voor de leuke vragen. De leukste zijn eruit gehaald. Ja. Before we go, doe een duimpje omhoog. Heb je niet abonneren hier beneden? En dan zien we jullie echt volgende week. Ciao! Bye!